In het zuiden van Gelderland, gelegen aan de Maas en het Maas-Waalkanaal, ligt de gemeente Heumen. Een gemeente onder de rook van Nijmegen met bijna 17.000 inwoners, verdeeld over de kerkdorpen Nederasselt, Overasselt, Heumen en Malden als grootste kern. Historisch gezien hebben de Romeinen in deze omgeving hun sporen achtergelaten. Ook in de Tweede Wereldoorlog was dit gebied belangrijk door Operation Market Garden, met een droppingzone bij Grave en tussen Nederasselt en Overasselt. De gemeente Heumen is een vooral landelijk gebied met de Hatertse en Overasseltse vennen, uiterwaarden en bossen. Kortom, een prachtig gebied, niet alleen om te wonen, maar ook om te wandelen, fietsen en recreëren. Op de dijken langs de Maas, maar ook door Heumensoord, langs het zweefvliegveld. Trekpleister in de gemeente vormt onder andere een van de musea, het Jacques Maris Museum, waar diverse kunstwerken van hem zijn ontstaan. Diverse bedrijfsterreinen en een bruisend winkelcentrum in Malden zijn een bron van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Tel daarbij op de uitstekende ligging aan de A73 met een prima ontsluiting naar de rest van Nederland. En hiermee zijn voor de gemeente Heumen alle ingrediënten aanwezig voor een prachtige woon- en werkomgeving.